Hoi, welkom bij Wat, de videoserie van Peugeot, waarin we alle vragen en onzekerheden omtrent elektrisch rijden beantwoorden en wegnemen. Mijn naam is Yvette van Automeisje en naast me zit Paul, Peugeot-expert. En wij gaan jullie samen meenemen in de wereld van elektrisch rijden. In deze aflevering gaan we het hebben over actieradius, hè? Dat is misschien wel de belangrijkste factor bij het kopen van een elektrische auto. Klopt. Maar vertel er eens wat meer over. Waar moet ik aan denken? Nou, laten we beginnen met het begrip actieradius. Actieradius wil zeggen de afstand die je kunt afleggen met een volledig opgeladen batterij. Maar nou wil het volgens mij wel eens verschillen, hè? Wat ze op papier beloven en wat je in praktijk ermee kan rijden. Ja, klopt. De actieradius wordt gemeten tijdens een test, een officiële test. Maar dat is meer een theoretische test. Dus de praktijk, ja, die kan daar wel wat van afwijken. En welke factoren hebben daar dan bijvoorbeeld invloed op? Factoren die invloed hebben op de actieradius zijn bijvoorbeeld de buitentemperatuur. Of je met een zware belading rijdt, maar ook de bandenspanning. Of hoe sterk je accelereert. Ook op rijden op hoge snelheden, ja, komt de actieradius niet ten goede. Klinkt allemaal logisch. Maar ik zit al de hele tijd te kijken, hè, naar de pook. Waar staat die B voor? Ja, de B die staat voor break. En break wil zeggen, heeft niks met het conventionele remsysteem te maken, maar wil zeggen als je hem in de B-stand zet, dan remt hij extra hard af op de motor. Dus dan kun je meer energie terugwinnen en eigenlijk de batterij weer opladen tijdens het afrijden. Regenereren. Inderdaad, ja. Kijk, weer wat geleerd. Zullen we dat meteen eens proberen anders, die B-stand? Nou, haal de selectorhendel maar naar je toe. Je ziet op het instrument een heel beetje verschijnen. Laat maar een keer je gas los en dan merk je gelijk dat we veel sterker afremmen op de motor. Ja. En ik voel dat mijn gaspedaal een beetje meer weerstand biedt. Nou, we zijn dan energie aan het terugwinnen. Goed bezig. Zo hebben we nog een paar uurtjes, hè? Nou, Paul, het is mij helemaal helder. Je vond het een lekker begin zo voor de eerste aflevering. Dat is mooi. Dat vond ik ook. Jullie bedankt voor het kijken.